nog een blinde kaart, hè? Dat is nog, Meester Ben en Peer zijn bezig 100 jaar schoolgeschiedenis op te hangen. En geschiedenis roept meestal wel wat vragen op. Dan is van inderdaad van waar ligt wat? Ja, kijk of ze dan alle van een kruk kunnen vinden. Dat zal die. Ligt hier globaal, ja, hè? Ja, maar de Maas is hier al wel gekanaliseerd. Hè? Dat scheelt al stukje. Dat scheelt een hele hoop. Wat bij die klassenfoto's opvalt, is dat er absoluut niet gelachen werd. Die lach kwam er pas veel later bij. Het was een tijd van ernst vroeger, maar ook trucs. Je kon zo lekker in dat kastje rommelen, dat deden kinderen dan ook. Ik moet even mijn boek pakken, dan zat je achter de kastje en de leerkracht wist niet wie erachter zat. En die zei, ja, jij met die blauwe trui. Ja, toen kwam hij erachteruit. Was ook een beetje een schuilplekje. Ja, een prachtig schuilplekje, ja. Wat is dat? Dat is een kaart waar de leerlingen vroeger dus van leerden welke zoogdieren in Nederland leefden. Ken je ze allemaal? Nee, helemaal niet. Nee, ik ken nou heel weinig. Ik ken een paar knijnen, hazen, de hermelijn. Ja, je ziet ze bijna nooit meer. En de ratten neem ik aan, hè? Nee, ratten, vooral ratten, waterratten. Stik het hier de moord van. Ja, stik het de moord van in Maaswaal. Ja, en de bizamrat, maar die wordt goed bestreden. Dus en dit hing dan vroeger in de klas? Dit hing in de klas en dan met natuurkunde les kreeg je daar het een en ander over te horen. Was je goed in natuurkunde? Redelijk. Wat was jouw sterke vak? Mijn sterke vak was thuisblijven. Het liefste, maar ik moest toch, ja.